1. Er werd gisteravond door de betrokken partijen, zoals Marine Le Pen en Geert Wilders, al druk over getweet. De extreemrechtse partijen kunnen in het Europees Parlement voortaan een echte fractie vormen. Het Europa van Naties en Vrijheden. En daarin is ook plaats voor Vlaams Belang. Goedemorgen, Tom van Grieken. Goedemorgen. Voorzitter van Vlaams Belang. Lukt het tot nu toe niet, zo'n fractie? Want daar zijn bepaalde voorwaarden voor die u eerst niet haalde. Nu is het wel gelukt. Hoe komt dat? We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hadden ook met randpartijen kunnen samenwerken. Maar nee, we hebben geopteerd voor eerst met 5 partijen. Het Franse Front National, het Oostenrijkse FPÖ, het Italiaanse Lega Nord en Nederlanders, de PVV van Wilders. Mm-hmm. Hebben we eerst een aks gevormd van partijen die ideologisch dicht bij elkaar staan. En dan hebben we geopteerd voor om organisaties en partijen te vinden die mee in die sterke as van die 5 partijen willen stappen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hadden ook gekkies alle gouden dageraad kunnen vragen, maar daar wil ons liever niet mee associëren. Wie hebt u dan wel gevraagd nog? Die primeur moet u nog 2 uurtjes op wachten. In het Europees Parlement stellen we samen met onze partners onze fractie voor, die ook de naam zal dragen Europa van Naties en de Vrijheid. Mm-hmm. Dus die nog 2 uurtjes geduld, en we willen niets aan het toeval overlaten, maar dan krijgt heel Europa de primeur. Oké. Want het gaat, u moet 25 leden halen uit 7 verschillende landen, hè? Ja, die voorwaarden gaan wij zeer zeker voldoen. Mm-hmm. Al was het alleen maar al omdat we samenwerken met het Franse Front National, de grootste partij in Frankrijk die op zijn eentje al 23 leden heeft. Ja, de bedoeling is dan een echt extreemrechts front in het Europees Parlement. Mag ik het zo omschrijven? Nee, dat mag u helemaal niet. Ik vind mezelf niet? Helemaal niet extreem rechts. Ik denk de partij waar we mee samenwerken, Marine Le Pen, is heel onwaarschijnlijk nog extreem rechts te noemen. Zij is een nationalistische, patriotische partij. Mm. Ze is aan het vechten, hè, met dat extreemrechtse op dit moment. Ze is er heel consequent in. Iedere keer als een journalist haar het woord extreem rechts voor de voeten werpt, zegt ze altijd: bewijst u eens wat er zo extreem is aan onze partij. En dat geldt ook voor mijn partij. Ik ben ervan overtuigd dat onze standpunten eigenlijk groot gedragen worden binnen de samenleving. En het etiket extreem rechts past al lang niet meer op partijen die opkomen voor de gewone mensen, voor het volk, voor vrije naties. U zegt groot gedragen, maar dat was niet te zien aan de vorige verkiezingsuitslag natuurlijk. Hè? Breed dat klopt. We zijn eigenlijk een beetje het lelijke eentje in de Europese fractie. En wij werken samen met allemaal de grootste partijen van hun respectieve landen. Als je ziet naar Oostenrijk, als je men kijkt naar Frankrijk, in Italië zijn zij de coming man op rechts, de Lega Nord. De PVV is bezwaar ook een kleine partij te noemen. En dat komt ook wel omdat ze allemaal een uitgesproken EU-kritisch profiel hebben. Jullie zeggen, we zijn niet extreem rechts, maar wat zijn jullie dan wel? Wat is die nieuwe fractie dan wel? Wij komen op voor de vrijheden van natiestaten. U hebt net de professor gehoord in het vorige gesprek dat er toch wat schort aan het democratische deficit, het democratisch gehalte van die Europese Unie. Wij zeggen, kijk, wij willen terug die democratie in ere herstellen en die bevolking een duidelijke stem geven. Wij verkondigen vandaag, het is een historische dag als het mij vraagt, een historische dag waarbij wij terug een stem geven aan mensen die genoeg hebben met die EU. Meneer Van Grieken, laat ik het misschien anders proberen te omschrijven. Jullie missie vanuit dat Europees Parlement wordt vooral er een heel erge anti-Europese lab op te geven, hè? Anti-Europees zijn is moeilijk, want ik ben zelf een Europeaan. Maar ik heb wel mijn buik vol, mevrouw, van de Europese Unie. Ik heb mijn buik vol van de Verhofstadt die Oekraïne wil bewapenen. Ik heb mijn buik vol van diezelfde Verhofstadt die de Syrische oppositie, u weet wel waar IS bij zat, wou bewapenen. Deze Europese Unie houdt zich bezig met de kromming van komkommers en de lengte van condooms, maar slaagt er niet in om de economische crisis aan te pakken. One size fits all faalt compleet. Ik denk dat wij terug moeten gaan naar de essentie. Natiestaten die hun eigen identiteit hebben, met hun eigen manier van werken, hun eigen noden, en daar moet naar geluisterd worden. Nu maakt u er natuurlijk wel de komkommers, dat is de eeuwige karikatuur. Vandaag hebben we het hier, ons thema is de dag van de democratie en inspraak. Ik vraag u, wat heb je er dan aan als burger, aan uw rol in het Europees Parlement? Waar u trouwens uw anti-rol vervult met veel middelen van dat Europees Parlement.
Ja, goed, maar ik denk wat onze rol is, is dat er eindelijk ook in het Europees Parlement die EU-kritische stem gehoord kan worden. Maar die is er toch al? Er is toch al een Europese fractie die zich Europees kritisch noemt? Ja, noemt, maar het niet is alvast in daden. Ik geef u een voorbeeld waar ik me aan geërgerd heb. De afgelopen verkiezingscampagne. We hebben er nog naar verwezen. Het Europese niveau neemt dan lang toe. Hoeveel debatten over de Europese Unie hebt u gezien en gehoord naar aanloop van die verkiezingen? Helemaal niets. Het is alsof Vlaanderen een eiland is in Europa. Het debat over waar de Europese Unie naartoe moet, leeft in Groot-Brittannië, leeft in Nederland, leeft in Duitsland, leeft in Frankrijk, maar in Vlaanderen geheel niet. De VRT heeft haar best gedaan, hoor. Haar best gedaan, maar met Europese debatten. In vergelijking met de andere nazistaten in Europa is het zeer klein. En ik wil, en misschien kan ik dat nog even mag benadrukken, ik wil die vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Wanneer het goed ging met de Europese Unie, riepen alle EU-elite, we hebben meer Europese elite, EU nodig. Wanneer het slecht gaat met de Europese Unie, en dat is vandaag het geval, komen ze met dezelfde oplossing af, nog meer Europese Unie. Ik denk, hold your horses, laten we eens eerst evalueren, die Europese Unie mag het leven alleen maar duurder voor de mensen. Meneer Van Grieken, nog een vraagje wat betreft die andere leden die erbij komen, waar u nu nog niet veel over wil zeggen. Dat mislukte vorige keer wel schromelijk. Hè? Toen bleek dat de Poolse partij KNP wel heel erg ver ging met de ideeën. Afschaffing stemrecht voor vrouwen. Ze bleken ook ronduit antisemitisch. Dat zit daar ook, hè? U suggereert naar de uitspraken van die professor Mikke, als ik me niet vergis. En ik kan u nu zeggen, met die persoon werken wij niet samen. Ook dat is intern, toen afgesproken, ook duidelijk gecommuniceerd. We hebben aftastende gesprekken gevoerd, want men verandert de spelregels nogal eens voor een Europese fractie te vormen. Dus we hebben gesprekken gevoerd en zoals ik in het begin van het gesprek zei, we zijn niet over één nacht eisen gaan. We willen een zekere, duidelijk ideologisch profiel dat we elkaar kunnen versterken. En we hebben geen nood om partners te vinden die gekke uitspraken doen, wat onze politiek zou hinderen. Oké. Nog even om af te sluiten. Wat brengt het u nu concreet op? Extra spreektijd? Financiële middelen? Ja, ik denk echt dat het een verrijking is voor het democratische debat. Meer spreektijd. Want momenteel moeten wij ons stemgedrag toelichten in één minuutje. Is eigenlijk een democratie onwaardig. En twee, ja, we doen er niet flauw over. Ook extra middelen die we kunnen investeren om het debat over de Europese Unie aan te zwengelen, ook hier. En om tegen Europa te zijn. Ja, iets wat we ook doen bij België. We krijgen ook Belgische financiering om Vlaanderen toch meer vrijheid te gunnen. De eerlijkheid ziet u, meneer Van Grieken. Dank u wel. Graag gedaan. 215 kilometer.